De Haarlemmermeer is een nieuw recreatiegebied Rijker. Zondag 5 juni werd de opening van de zogeheten Plesmanhoek gevierd met het symbolisch inzaaien van de nieuwe grond. Ter gelegenheid van de opening was er een streekmarkt georganiseerd met lokale producten zoals noten, sappen, fruitwijn en kaas. Wij gaan met collega akkerbouwers gaan wij hier ook streekproducten telen en dan met een streekwinkel een koppeling maken om zo het uit te bouwen en dan zo de Plesmanhoek bekendbaar te gaan maken. Wij telen ook gerst, daar willen we bier van gaan brouwen, ook weer een koppeling maken. Dat is allemaal nog in ontwikkeling. In het nieuwe recreatiegebied ligt de nadruk op het typisch Hollandse agrarische landschap. Bezoekers kunnen straks over de aangelegde paden lopen tussen de aardappels, mosterd en gerst. We hebben natuurlijk heel veel recreatiegebieden, die worden of specifiek als recreatiegebied aangelegd. We hebben ook heel veel recreatie in bijvoorbeeld in veenweidegebieden. En dat kennen we allemaal, de fietstochten en de wandelroutes tussen de koeien door. Maar op akkerbouwgebieden zijn er nog niet zoveel. En juist het aardige ook is hier dat de akkerbouw ook gewoon beheerd wordt door de akkerbouwers hier uit de omgeving. De Plesmanhoek is een investeringsproject van Stichting Meenpoort en Groen. Ook Schiphol is hierin vertegenwoordigd. De rol van Meenpoort en Groen is dus het oprichten en inrichten van recreatiegebieden. Vanuit die hoedanigheid hebben wij meer dan 8 miljoen euro geïnvesteerd in de projecten van Meenpoort en Groen. En wat vindt u eigenlijk van het resultaat van de Plesmanhoek? Nou, ik vind het een schitterend gebied, omdat het lokale producten verbouwd gaan worden. Dus het heeft met andere woorden ook een heel sterk educatief karakter en dat is denk ik heel mooi. De hoofdingang van het nieuwe recreatiegebied is aan de Eiweg in Hoofddorp. Meer informatie over de Plesmanhoek vindt u op meenportengroen.nl.